Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland. Vroeger moest ik constant in de klas zitten, dat vond ik totaal niet leuk. Maar nu ik gewoon lekker mijn energie kwijt kwam met werk en je leert er ook van, is het gewoon wel een stuk leuker. Er wordt flink gebouwd in Noord-Holland. Meer huizen, maar er is wel een tekort aan personeel. Oorzaken hiervan zijn dat het reguliere technisch onderwijs vaak niet aansluit op de praktijk en dat steeds minder jongeren kiezen voor technische opleidingen. Om iets aan het tekort te doen zijn er mbo-campussen opgezet waarin bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid samenwerken. Bouwmensen is opgericht om mensen te werven voor de bouw, op te leiden en te begeleiden. En dat doen we in samenwerking met aannemers in de regio hier zo. En op die manier moeten wij zorgen dat er steeds nieuwe aanwas komt voor de bouw. Ik vind het echt leuk. Het is veel anders dan school en het doet veel meer dan vroeger. Wat leer je hier allemaal? Ja, hoe een huis van top tot teen in elkaar wordt gezet, van uit de grond tot hoog. Met collega's altijd gezellig, grapjes maken gewoon lekker werken, gewoon lekker je ding doen. Leerlingen werken niet alleen op de bouwplaats, maar gaan ook 1 dag per week naar school voor theorie- en praktijklessen. Het is echt niet alleen voor jongens, dat vind ik echt onzin. En je hoeft ook helemaal niet een jongensmeisje te zijn of alleen maar van bouwen houden, want zelf vind ik het heel erg leuk, maar ik hou er ook van om mezelf op te tutten of zo. Tegenwoordig is het heel makkelijk om een baan erin te krijgen en dat verdient goed. En door werkend te leren, denk ik wel dat je mensen stimuleert om de bouw echt in te gaan. En wat maakt het vak van de bouw zo mooi? Ik denk het feit dat je dat je iets kan doen voor de rest. Gewoon het feit van je creëert een woning voor anderen of je zorgt dat andere mensen gelukkig zijn met een uitbouw of een dakkapel. Gewoon het feit van anderen kunnen helpen ermee. Tekort aan personeel zal nog wel even duren voor de toekomst. We moeten echt alle zeilen bijzetten om iedereen enthousiast te krijgen om gewoon een lekker doevak te gaan doen en lekker buiten bezig te kunnen zijn door te gaan timmeren of te gaan metselen bijvoorbeeld. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.